Waarom voelen mensen zich bedreigd? Omdat er veel oorlog in het land is. En is Syrië, vluchten uit Syrië. Ja. En is Rowan, willen mensen weggaan uit hun land? Nee, dat denk ik niet. Nee. Zou jij weg willen uit je land? Nee. Waarom niet? Omdat ik het land leuk vind. Ja. En jij zei, mensen voelen zich bedreigd. Wat bedoel je daarmee? Als de oorlog is, voelen zich niet veilig. Mm-hmm. Ja. En waarom voelen ze zich niet veilig dan? Omdat ze niet gewapend zijn of zo. Ja. Heb jij wel eens je niet veilig gevoeld? Nooit. Dat is mooi. Ja. En ken jij andere kinderen die misschien zich niet veilig voelen? Niet echt. Nee. En wil je nog iets zeggen over vluchtelingen? Wat zou jij als jij een vluchteling ontmoet? Hoe zou jij een vluchteling helpen? Ik heb geen idee. Maar denk je dat zij ander soort hulp nodig hebben dan iemand anders? Nee, dat denk ik ook niet. Nee? Nee. Ik zou ze gewoon helpen met wat ze willen. En wat heb je nodig? Ten eerste vriendschap. Tweede. En nu ben ik uitgepraat.